2515 euro. Hoppelakke. In zijn eentje. Zijn eentje. Babbel. Dat nog steeds spannend. Tromgeroffel. Hey. Oh. Appie. Nog steeds. Alles van harte, man. Hartstikke verdiend. Dames en heren, vanmorgen heb ik deze verbindingbare top mogen openen. En nogmaals, voordat ik dit bedrag bekend ga maken, respect voor jullie. Want als je zo'n prestatie neerzet en als je een kind hebt met de aangeboren hartafwijking, dan weet je, deze kinderen die kunnen misschien nog een half uur fietsen en jullie doen het 6 uur. Applaus voor jezelf! Yeah! Natuurlijk heb ik hier een gecombineerde functie, want ik sta hier en als vader en moeder, Jan is er ook bij, van de hartekind, waar we natuurlijk heel erg blij mee zijn. Maar ik sta hier ook namens Vaart Waterland Helft. En eigenlijk staan we hier ook nog namens Stichting Hartekind. Linda is hier ook bij. Die is natuurlijk ook helemaal, heeft een mooie reis gemaakt. En hier waar je mee bezig bent. Applaus voor Stichting Hartekind. Linda, fijn dat je er bent. We gaan straks vieren. Want de volgende truc is natuurlijk dat ik hier het bedrag bekend ga maken. Wat jullie bij elkaar gefietst hebben en wat jullie bij elkaar als sponsorgeld hebben binnengehaald. En nogmaals, dat is een hele grote prestatie. Maar ik weet ook dat er twee dames zijn die zich bijzonder hebben ingezet. En een van die rijdt met een shirt op, wat mij een paar tranen heeft gegeven. Dat is Melina, want die rijdt voor Tara. Dankjewel. En ik denk dat ik even nog een half uur ga praten voordat ik het bekend van niet verkeer. Dan ga ik nu bekend maken wat jullie bij elkaar hebben gehaald voor Zwarte Water Onthelpt met het Goede Doel editie 2017-2018 voor de Stichting Hartekind. Ik heb vanmiddag Arjen verschil, dames en heren, dus ik hoop dat ik het droog hou. Maar het bedrag is 10.800 euro! Maar ook aan de Stichting Hartekind. Linda, graag er wat over zeggen. Ik wil ten eerste jullie allemaal complimenteren. 6 uur op de fiets, hoe gaat het met jullie billen eigenlijk? Ik zou geen billen meer over hebben. Nee, ik heb de afgelopen maand eigenlijk, of anderhalve maand, heb ik deze actie van Zwarte Waterland Helpt van wat dichterbij mogen meemaken. En ik ben ontzettend onder de indruk van wat jullie allemaal hier hebben gedaan en wat jullie allemaal voor elkaar krijgen. En het fantastische bedrag, want de teller staat nu op ruim 24.000 euro. Ik weet het exacte bedrag, weet ik niet. 25. Dat is echt voor ons echt heel bijzonder. En we zullen het heel goed besteden aan het velocity-onderzoek en onderzoek naar het voorkomen van hartfalen bij kinderen. En nou ja, nogmaals complimenten voor jullie allemaal voor 6 uur op de fiets. Maar ook alle andere fantastische dingen die jullie de afgelopen anderhalf, 2 maanden voor ons hebben gedaan. En het harde werk van de organisatie, want die zijn niet de afgelopen anderhalf, 2 maanden bezig, maar die zijn er al bijna een jaar mee bezig. Dus echt complimenten voor jullie. Dank jullie wel! Oké, dames en heren, beste deelnemers, dat laatste wil ik nog zeggen. Dat dit een fantastisch bedrag is, maar dat het bedrag naar verwachting hoger wordt. Want er is namelijk een sponsor die is op dit moment nog zijn geld aan het tellen. Mooi om te zeggen zo, hè. Hij is nog zijn geld aan het tellen, dus het bedrag wordt alleen maar hoger. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. En verder wil ik natuurlijk iedereen naar de Zwarte Waterland Helpt uitnodigen op het Benefiet Festival, wat in Hasselt georganiseerd wordt. Fantastische bands. En zeker net zo gezellig als hier. Dus je bent van harte welkom ook daar om nog weer een bijdrage te leveren aan deze fantastische stichting Hartekind. Dank jullie wel!